museum kent ook een educatieve dienst met uitgewerkte schoolprogramma's. Dus ik dacht, laat ik eens een kijkje nemen in dit museum om te kijken wat hier allemaal te beleven valt. This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Het Speelgoedmuseum Mechelen, gelegen in de wijk Nekkerspoel, is een museum dat een unieke collectie oud- en hedendaags speelgoed herbergt op een oppervlakte van 7000 meter op 2. De opzet geeft vaak nieuwe invalshoeken op speelgoed. Het museum bestaat sinds april 1982. Sinds 1998 is het een erkend museum. De permanente collectie is onderverdeeld in de volgende afdelingen: circus en kermis, constructiespeelgoed, creatief en leerzaam speelgoed, knuffeldieren, mechanisch en blikken speelgoed, optisch en geluidgevende speelgoed, poppen, puzzels en gezelschapsspelen, soldaatjes, speelgoed van overal, traditionele kinderspelen en Pieter Breugel, treinen, vervoer in miniatuur. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen. Het museum kent ook een educatieve dienst met uitgewerkte schoolprogramma's. Dus ik dacht, laat ik eens een kijkje nemen in dit museum om te kijken wat hier allemaal te beleven valt. Thank you.
Thank you.
Zo, lieve mensen, ik ben thuisgekomen. Ik hoop dat jullie deze video toch een hele leuke video vonden van het Speelgoedmuseum in Mechelen. Doe alvast zeker een dikke, 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 dikke vette duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal en vergeet ook niet het belletje aan te klikken naast de abonneerknop om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's ook met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug morgen in een nieuwe video. Tot morgen. Dag! This is me, I'm so royal, and you all wanna be brown.